Joel Zwart, dit moet een heerlijke avond voor je zijn. Absoluut, absoluut. Voor mij is het een fantastische avond. Vertel eens, in de 70ste minuut, jij krijgt de power van Katic en dan? Ja, Tjadis wordt fantastisch weggestuurd. Is ontiegelijk snel, fantastische voorzet. En dan mag ik hem binnenschieten. Misschien niet helemaal terecht. Goat Eagles was vooral in aanval vandaag. Is dit dan nog extra lekker dat je hem zo wint? Ja, absoluut. Vandaag heb je gezien dat we echt als team gestreden hebben voor elke meter met elkaar. En dan in één koude moment dan kan je het beslissen. En dat is fantastisch. Had je het gevoel dat er nog wat mogelijk was? Het stond natuurlijk heel lang 0-0. Goat Eagles was wel de betere ploeg. Maar ja, er blijft altijd kansen komen. En die kwam er ook. Natuurlijk, de bal is rond. Dus van beide kanten kunnen er altijd kansen komen. En je hebt ook gezien in de eerste helft kregen we wat kleine kansjes. We kwamen er af en toe wel doorheen. Dus heb ik gedacht dat er nog steeds wat in zat. En dan nu zit je in de kwartfinale van de KNVB-beker. Wat voor tegenstander hoop je? Ik heb net ook al gezegd, er zitten heel veel goede ploegen in. Een mooie wedstrijd, Feyenoord of Ajax, heb ik gezegd. Dus Spakenburg zit er ook in, dat zou het meest gunstige zijn voor ons. Maar als dat niet zo mag zijn, dan maar een goede ploeg, dan maar Feyenoord of Ajax. En thuis. En thuis, en hopelijk weer een goaltje van jou, want je hebt de afgelopen twee bekerwedstrijden, ben je tot scoren gekomen? Ja, absoluut, absoluut. Hopelijk ligt aan of ik weer speel volgende keer natuurlijk, maar als ik speel, hopelijk weer een doelpunt.